Welkom terug bij Hobby Alternatief. Mijn naam is Sandy van der Graaf. In mijn filmpje van vandaag maak ik een moderne kerstkaart met tekst. Er is een lijst van producten aan het einde van het filmpje. Maskeerpapier is voor deze kaart goed te gebruiken. Ik gebruik de stamping mask paper van Inkadinkadu, maar je kan ook gewoon printerpapier gebruiken als je het maar goed vastplakt. Met de cirkel snijmaal heb ik een cirkel uitgestanst zodat ik de opening kan gebruiken voor een bewerking. Enige maat snijmaal kan hier gebruikt worden, maar voor mijn video gebruik ik een snijmaal van Joycrafts. De grootte van mijn oplegkaart is dezelfde als mijn basiskaart van 13,5 bij 13,5 cm. Het maskeerpapier is net te klein om geheel over de breedte van die kaart te passen. Dit is op te lossen door printerpapier over de randjes te plakken voordat ik het maskeerpapier op mijn oplegkaart plak. Wanneer jy het blauwe draagpapier weghaalt van het maskeerpapier, moet dit wel voorzichtig gedaan worden, want het maskeerpapier kan makkelijk scheren. Ek leg het maskeerpapier so ver mogelijk in het midden van de oplegkaart en druk alle randen stevig vast rond de cirkel. Deze stempelset van Marianne Design heeft zoveel leuke teksten voor kerst. Deze ga ik bijna allemaal gebruiken. Je kunt ervoor kiezen eerst te stempelen en embossen, maar tijdens embossen kan je papier krom trekken en dat maakt inktbewerken moeilijker. Dus ik begin eerst met de inktbewerken. Voor inkt gebruik ik Make Art Blendable Dye Inkt van Wendy Wiki. Maar je kunt ook de stress of de stress oxide of memento gebruiken. Alles heeft zo een eigen karakteristiek. Ik gebruik 3 tinten blauw en een paars. Ik begin met de lichtste kleur. Dit breng ik aan met een blending tool. Eerst heb ik de blending tool op het maskeerpapier. Daarna begin ik draaibewegingen te maken. Eerst in de lucht en dan zachtjes op het papier. Dit doe ik in het rond. Als ik meer inkt opneem, dep ik eerst weer op het maskeerpapier. Let daarop dat de blending tool meer inkt aan de zijkanten opneemt dan in het midden. Dus kan dit voorkomen dat je een onbewust lijntje erbij krijgt. In mijn card design maakt het niet uit omdat ik er toch overheen ga stempelen. Ik houd het middel van het cirkel licht van kleur. Nu kan ik hetzelfde doen met het volgende tint blauw. Ik doe alleen aan de zijkanten inkt aanbrengen.
ook met die volgende blauw breng ek dit alleen aan de sykanten aan. Aan de ene kant donkerder dan aan de andere. Vervolgens ga ek met de paars aan die andere kant bewerken. Nu ga ek al my stempelwerk doen. Ek vou het maskeerpapier naar achteren. Ek plaats de stempels op de manier hoe ek dit design heb uitgewerkt. Omdat alle stempels uit dezelfde set komen, kan ik dit allemaal gelijk stempelen. Met een pincet is dit makkelijker om alles goed uit te lijnen. Versafine is een pigment inkt en kan dus gebruikt worden met embossingpoeder. Voor ik ga stempelen gebruik ik de powder tool van EK Tools. Dit voorkomt dat er geen embossingpoeder kleeft waar het niet moet. Ik werk met de stamplatform van Tim Holtz, zodat ik de stempels twee keer over elkaar heen kan stempelen. Ik gebruik clear embossingpoeder van WOW. Als je op een afvalstuk papier waart, kan je de poeder zo teruggieten in de pot. Laat de heat tool eerst warm lopen voor je dit op het papier richt, dan gaat het papier minder snel krom trekken.
uit maskeerpapier kan nu weg. Er zijn een aantal openingen waar ik nog sneeuwvlokken met versamaak wil stempelen. Vervolgens embos ik dit met Nuvou Shimmer Pearl embossingpoeder. Voor deze embossingpoeder moet je het van achteren verwarmen, omdat de glitter in de poeder anders gaat wegblazen. Papier met een gescheurde rand helpt bij een speelse maar moderne rand die ik met inkt bewaard. Dit doe ik aan beide zijkanten. In de stempelset is een soort van kroontje. Deze stempel ik in ieder van de vier hoeken. Ik probeer dit uit te lijnen met de cirkel.
Vervolgens ga ek met 'n Nuvo Brush Script pen die kroontjies met elkaar verbinden. Jy krijg nou so een soort van Delfts blauw tegel ontwerp. Voor deze kaart gebruik ik score type om de oplegkaart op de basiskaart te bevestigen. Met een bound folder ga ik nog een keer over de vouwrand heen. Bedankt voor het kijken en vergeet vooral niet om jou te abonneren op mijn YouTube-kanaal. Wil je een e-mail ontvangen wanneer ik een nieuw filmpje upload? Druk dan op de belletje naast de abonneren-button.